Als grote meubelproducent heeft Bert Plantagie dagelijks tientallen trucks door heel Europa rijden. Tot een nok toe gevuld met Dutch design. De op maat gemaakte meubelen vinden gretig aftrek bij consumenten en bedrijven. Het kloppend hart van het bedrijf vinden we bij het hoofdkantoor in Kuik, waar naast een ontwerpafdeling een grote afdeling logistiek en expeditie zit. Wij hebben een ontstaan al ergens vanaf de jaren 60 als een projectbedrijf. Toen heeft Bert zelf het bedrijf in 2000 overgenomen en toen zijn naam daar aangehangen. Voorheen waren wij meer in de projectwereld bezig en sinds 2000 met de komst van Bert zijn we echt helemaal omgeturnd naar een retailbedrijf. Wat inhoudt dat wij voor de consumentenmarkt en voor de DTS onze producten maken. Het bijzondere aan Bert Plantagie is dat wij al onze producten als het gaat over stoelen, tafels en ons hele assortiment kunnen samenstellen uit allerlei verschillende materialen en kleuren. Dus of het nou gaat over het staal, het gaat over het leer, het gaat over de stof, alle combinaties zijn mogelijk en te maken. Zo hebben we heel veel verschillende bundels in verschillende kleuren stof. Dat laat zich weer heel erg goed combineren met allerlei verschillende kleuren leer op deze wijze. En als we daarbij optellen dat we ook een hele kleurkeuze hebben aan staalkleuren of dat daar moodboardjes voor gemaakt worden. De keuzes zijn eigenlijk oneindig voor de klant. Die verkooppunten die wij allemaal bedienen, die zitten met name in Nederland, België, Duitsland. Dat zijn onze grootste markten, om het zo te zeggen. Maar daarnaast ook Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Dat gaat door eigenlijk heel Europa heen. Zelfs door de wereld. De logistieke operatie die wij hebben met al onze orders is natuurlijk best wel fors. Wij rijden met rond de 9 auto's door Europa heen en hebben het transport allemaal zelf in eigen hand. Dat vinden wij belangrijk omdat juist ook die laatste schakel, het afleveren van het eindproduct, toch een hele belangrijke is in het hele proces. Om al deze dealers en klanten nog beter te kunnen bedienen, wordt het wagenpark van de ambachtelijke meubelmaker regelmatig uitgebreid met nieuwe trucks en trailers. Nieuwste aanwinst zijn de 3 Scania's uit de Superserie. De 13 liter motor van 420 pk, gecombineerd met de nieuwe G25CM versnellingsbak met overdrive, zorgt voor een lager brandstofverbruik. Ideaal voor de langere afstanden. Aan de chauffeur is ook gedacht, want de 420 is er eentje uit de S-serie, de meest luxe uitvoering. Wat ik zo mooi vind aan deze wagen is eigenlijk de uitstraling, de grootte. Het is omdat wij vooral het visitekaartje zijn voor onze klanten. Hebben we wel een zeer mooie auto ervoor staan voor onze trailers. We hebben dan hier de spoilers langs de zijkant. Met onze volume trailers hebben we dus nog betere stroomlijn. Dan hebben we hier de grote zijspoiler met de dubbele tanks aan de zijkant. We hebben grote wielen, omdat we niet altijd op verharde wegen rijden. Dan zijn we toch overal wendbaar. We hebben een speciaal LED-pakket erop, waardoor we 6 schijnwerpers hebben met LED-verlichting. Waardoor we ten alle tijde zicht hebben, omdat bij onze klant niet altijd verlicht is, komen wij toch op donkere plaatsen of in donkere steden. En dan hebben we toch alle tijden gewoon werklicht, dat we goed zichtbaar zijn. Het comfortabele is de ruimte. Het is de grootste highline van Scania, dus je hebt ook de grootste cabine. Je hebt een comfortabel bed, een groot bed, breed bed. Hieronder heb je de koelkast en ik kan een hoop spullen meenemen. Dus vooral uit Nederland, omdat ik graag melk drink, omdat ik de hele week van huis ben. Dus hoef ik niet onderweg te kopen. Ik hoef niet overal vaak te stoppen om boodschappen te doen. Een magnetron, dus voor magnetronmaaltijden als we ergens staan waar we niet kunnen eten, dat we het zelf kunnen maken. De vloer is één geheel, het is gelijk vloers. Dus je hebt geen opstapjes of iets waar je over kan struikelen. Het zicht van deze wagen is zeer goed, optimaal eigenlijk. Het is een grote voorruit, het is met diepe inkijk, dus je hebt eigenlijk zo min mogelijk last van dode hoeken. Wat omdat wij in de steden veel rijden, is het vooral belangrijk dat we dus iedereen kunnen zien. Dus overal waar je kijkt kan je eigenlijk wel zien, in iedere situatie. Voordat de meubelmaker uit Kuik tot aanschaf van de truck overging, werd er enige tijd gereden met een proefmodel. De ervaringen, samen met een analyse van de resultaten van vergelijkbare transporteurs, deed hem besluiten om tot aanschaf over te gaan. Doordat er veel volume en verhoudingsgewijs weinig gewicht wordt getransporteerd, is de lichte 13 liter motor met het bescheiden vermogen de ideale combinatie voor economisch en duurzaam transport. Deze Scania is uitgerust met een overdrive. En dat betekent dat ik in de lage toeren ook optimale trekkracht heb. En waardoor hij dus zuinig blijft, maar toch alle trekkracht benut. De retarder zorgt ervoor dat wij makkelijk afremmen. Ja, dus dan blijft de auto eigenlijk op de motor remmen.
Dus besparen we en diesel en onze remschijven. Ik kan met volle tanks kan ik rond de 4100 kilometer rijden. En dat houdt dan in dat het mijn verbruik 1 op de 5,5 zal zijn. Dus het is een zeer goed verbruik. Scania heeft zich bij Bert Plantagie opgeworpen als totaalaanbieder. De trucks worden geleverd met financiering door middel van operational lease, verzekering via Scania Insurance en reparatie en onderhoud door de dichtstbijzijnde werkplaats. Zo wordt de meubelmaker geheel ontzorgd. Nou, voor ons is transport natuurlijk een enorm belangrijk onderdeel van hetgeen wat wij doen. Onze core business is natuurlijk, we maken hele mooie meubelen. Die moeten wel op een goede manier vertransporteerd worden. En daarom is logistiek en transport echt een heel erg wezenlijk onderdeel van alles wat wij doen. We zijn echt mega blij mee. Niet alleen maar wij, maar ook de mannen die erin mogen rijden, zijn er echt super tevreden mee.